Hallo en welkom bij Hanni Handig met SketchUp, bij de tutorial hoe je verschillende logo's in je tekening kunt zetten. Waar is dat nou handig voor? Stel nou, ik heb een tekening gemaakt en deze toevallig hier van een bakkerij. En deze ga ik presenteren aan de klant, maar daar heb ik ook plattegronden bij zitten waarin ik bijvoorbeeld een lichtplan getekend heb of een vlekkenplan in heb uitgewerkt. Dan is het wel eens handig om een legenda in je tekening te zetten. Dat kan je doen door middel van een watermerk. Dat kan je doen door middel van een laag, door hier een extra laag te laten verschijnen waar je een watermerk intekent of waar je je legenda intekent. Maar je kan het ook doen door middel van van een logo of van een legenda. En ik ga even uitleggen hoe je dat kan doen. Dus ik ga als eerste eventjes naar naar mijn plattegrond. En daar zet ik even mijn maten bij. Of stel nou dat dit mijn plattegrond is. En ik raad je aan om dit te doen als je je hele tekening klaar hebt en je gaat je presentatiescènes en presentatiemodules maken. Of het nou een film is of dat je een 2D-presentatie moet gaan uitprinten. Ik zou dit op het eind doen, want dat werkt het makkelijkst. Zorg dat je lagenmenu in orde is. Als je met lagen werkt en dergelijke, hoe je dat moet doen, leg ik op mijn kanaal ook uit. Ik leg ook gewoon heel simpel uit hoe je een logo en een watermerk kunt importeren. Deze uitleg legt uit hoe je de meerdere in één tekening kunt zetten. Net zoals als je bijvoorbeeld een legenda. Stel nou, ik wil een aantal scènes maken waarbij ik heb even twee logo's voorbereid. Wat ik wil gaan doen is eigenlijk twee logo's erin zetten. Dat is deze. Dit is gewoon mijn logo met de opdrachtgever, locatie en de projectinhoud. En deze wil ik wil eigenlijk dat deze alleen maar te zien is op het moment dat ik mijn 3D-tekening, dus de tekening van de winkel, laat zien. En deze wil ik in beeld hebben eigenlijk alleen maar op het moment dat ik dit ook nodig heb. Want anders dan staat dit hele grote ding, de hele tekening in beeld, ook in je 3D-presentatie als je er een film van maakt. En dat is eigenlijk onnodig. Dus deze twee ga ik op verschillende momenten in mijn presentatie importeren. Ik begin met deze grote. Want ik ga eerst mijn informatieve scènes maken. Dus ik begin met de plattegrond. Ik zorg dat ik die heb. Ik zet mijn beeld neer zoals ik hem zeg maar dadelijk wil gaan maken. Dan zorg ik dat mijn scène menu zichtbaar is. En dat mijn stijlen menu aanstaat. Je gaat naar menu styles. Als je een Windows PC hebt, dan ga je naar je default tray. Dan kijk je even of je style menu aanstaat. Staat hij hier aangevinkt, dan vind je hem hier in je default tray terug onder styles. Heb je een Windows of heb je een Mac, dan heb je niet een default tray zoals bij een Windows PC, maar dan heb je losse menu'tjes. Dan ga je naar Windows en dan hangt hier je style menu onder. Hier hangt ook je scène menu onder. Hier hangen eigenlijk alle losse menu's onder. Dus zet even je scène menu aan en je style menu. Als je je style menu voor je hebt, dan ga je naar het tabje edit. Check even trouwens bij mix wat bij edit het laatste doosje. Je gaat als eerste even naar het laatste doosje om te kijken dat je je guidelines uit hebt staan. En dat je je assen uit hebt staan. Dan wordt je tekening gewoon een stuk rustiger van. Nu ga je watermerk toevoegen. Dan ga je naar watermark settings. Dat is het doosje waar dat kleine oké'tje bij staat. Het is bijna niet te lezen, maar daarmee willen ze suggereren dat er een logo in zit. Dan krijg je dit menu'tje. En dit menu'tje kun je kiezen om deze moet aangevinkt zijn. En je kunt kiezen om een watermark toe te voegen. Dus zorg dat deze aangevinkt is en klik dan op Add Watermark. Als je daarop klikt, dan worden mappen geopend en dan kun je je bestand op gaan zoeken van je watermerk. Als je geen bestanden ziet, zorg er even voor dat die hier op All Supported Image Type staat. Dan kan je namelijk BMP, JPG, PNG, PSD, TIFF en TGA importeren. Dus je logo of je legenda, wat je ook wil, of je watermerk, wat je wil importeren, moet dus een JPEG, PNG of die andere bestandsnamen hebben. Dan ga ik eventjes mijn even mijn logo opzoeken. En dan kies ik als eerste deze uit. Dan zeg ik open.
En dan plakt hij hem als een soort van overlay over je tekening heen. Dat is niet erg. Je kunt hier je logo-naam aanpassen. Dat heb ik nu niet nodig. Je wil hem niet in de background hebben. Je wil hem als overlay hebben. En dan klik je op Next. Hier kun je instellen of dat je wil dat hij een beetje transparant is. Dat je tekening er nog doorheen ziet. Of dat je hem vol van kleur wil hebben. Als je dat ingesteld hebt, dan klik je weer op Next. Nu ga je kiezen waar je hem wil hebben. En ik wil hem, je moet dan als eerste kiezen voor Position in the Screen. En dan kan je met deze bolletjes aangeven of je hem linksboven in de hoek wil hebben. Ik zal hem iets groter maken, dan kun je hem beter zien. Of je hem linksboven in de hoek wil hebben. Of dat je hem daar rechtsboven in de hoek wil hebben. Of bijvoorbeeld hier rechtsonder in de hoek hebben. Nou, ik wil hem rechtsonder in de hoek hebben. En ik maak hem ongeveer zo groot, zodat je kunt zien waar het voor is. Als hij goed staat, dan klik je op Finish. Nu maak je een scène aan. Je zet de lagen aan die je aan wil hebben en nu maak je gewoon een scène aan. En dan vraagt hij, wil je dat opslaan als een nieuwe stijl? Dan zeg jij ja. Dat betekent namelijk dat je in deze scène bepaalt, dat in de scène die je nu maakt, welke lagen je aan hebt staan en ook of er een watermerk en welk watermerk erin zit. Dus dan zeg je create scene. Nou, in scène 1 zit dit watermerk in. Dan ga ik de volgende, want daar heb ik deze legenda ervoor ingezet. Ga ik mijn verlichtingsplan aanzetten. Maak ik weer een scène. Hij vraagt nu niet nog een keer of ik een nieuwe scène wil maken, een nieuwe stijl ervan wil maken. Want de stijl is zo ingericht dat deze legenda erin zit. De volgende scène wil ik mijn vlekkenplan laten zien. Maak ik weer een scène aan. En in de volgende laat ik mijn maten bijvoorbeeld zien van de plattegrond. Dan zie ik al dat ik een stukje moet uitzoomen. Kun je niet alle maten zien. Ik wil hem eigenlijk liever niet verschuiven. Ik wil alleen maar uitzoomen. Vlekkenplan uit. Zo. En dan maak ik weer een scène aan. Voor de volgende scènes ga ik naar mijn 3D-model. Wil ik laten zien hoe die in het 3D eruit ziet. Dan ga ik als eerste even de lagen aanzetten die ik zeg maar aan wil hebben. Dus ik zet mijn plattegrond uit en ik zet even alles even aan wat ik aan wil zetten. Ik zal het dak er nog even, tweede verdieping zal ik er even afhalen, het plafond ook. Ik wil dat dit mijn volgende scène is. Maar ik wil eigenlijk, dan heb ik mijn legenda heb ik niet meer nodig. Dus ik wil dat op dat moment, bij deze scène, dat er alleen maar dit logo in zit. Dan ga je terug naar je stijlmenu. En dan selecteer je het watermerk wat je er bij deze eerste 5 scènes hebt ingezet. Die selecteer je en dan gooi je hem weg. Dan zeg je, wil je hem permanent deleten? Ja. Hij is nog niet weg. Behalve als je hierop klikt. Als je nu hierop klikt, dan update hij je tekening en haalt hij in de scènes die je gemaakt hebt de stijl weg. Dus doe dat niet. Wat je nu gaat doen is een nieuw watermerk importeren. Dat doe je door op het plusje te klikken. Dan zoek je het logootje op of de legenda op die je graag wil hebben. Dat is bij mij deze. En dan doorloop je het hele riedeltje nog een keer. Ja, ik wil hem in de voorgrond hebben, ik wil hem rechts hebben, ik wil hem rechts onderin hebben. Iets groter maken, dat hij ongeveer hetzelfde is. Zo, en dan zeg ik finish. En de volgende scène die ik aanmaak, dus ik heb mijn lager aangezet die ik aan wil hebben, ik heb een ander watermerk erbij gezet. Als ik dan weer op add scene klik, dan vraagt hij weer, wil je hem opslaan als een nieuw style? En die hou je aangevinkt, want dan zegt hij, deze scène, scène 6, heeft deze stijl en dat betekent dat dit logo aan is. Ga ik namelijk terug naar logo 5, dan zie je dat het andere logo weer tevoorschijn komt. Dat het andere watermerk erin zit. En die zie je ook hierin veranderen. Hier zie je dat watermerk 1 erin zit met een andere thumbnail dan in de volgende scène. En zo kun je eigenlijk heel veel informatie in je tekening stoppen door middel van een watermerk wat je toevoegt. Tot zover deze tutorial. Verschillende logo's of watermerken toevoegen in je tekening.